Westerschelling. Veel toeristen. Maar daarvoor kwam ik niet hier naartoe. Het was om wat ik hoorde. Hier zwerft bij laagwater een schooljongen langs de kust. Hij plukt, zo gaat het verhaal, wilde oesters. Op bestelling. Boris, de oesterplukker van Terschelling, die ga ik zoeken. Goeiedag. Wat ben je aan het doen? Ik ben oesters aan het rapen. Zeg je? Ik ben oesters aan het rapen. Mag zien, mag zien. Je loopt hier een beetje zo langs de dijk en je raapt oesters. Ja. Oh. Wat zijn er voor oesters? Japanse. Japanse? Ja. En wat doe je daarvoor? Oh, ik breng ze naar een restaurant. Oh, dus als de kok oesters nodig heeft, dan belt hij op? Dan ga ik voor hem zoeken. Oh, brengt dat wat op? 25 cent per stuk. 25 euro cent per stuk? Ja. Hallo? Ga eens kijken wat ze op de kaart kosten in het restaurant. 15,35. Voor? Drie. Voor drie oesters? Ja. Je hebt niet eens handschoenen aan. Nee. Ja, ik ben het wel gewend. Je bent gewend? Ja. Als je nou dit stukje hebt gedaan, hè? Ja. Kun je dan, moet je dan een tijd wegblijven of komt er zo snel weer nieuw? Dan ga je gewoon ergens anders en dan weer ergens anders en dan komt vanzelf weer terug. Komt vanzelf weer terug? Eigenlijk wel mooi. Ja. Hè? Ik heb genoeg. Heb je genoeg? Ja. Gaan? Ja. Is hij zwaar? Ja, aardig. Wil ik hem even dragen? Oké. Jongen, jongen. Ja. Hey, top. Hey Boris, dit ben ik geweest. Ja. Dat zijn echte, hè? Ja, zeker. Prachtig. Boris krijgt van de kok voor elke oester die hij plukt een kwartje. Dat lijkt niet al te royaal betaald, maar het kan nog aardig oplopen. In het emmertje dat we samen naar de keuken brachten, zaten er meer dan 30. Hij had ze in 10 minuten bij elkaar geraapt. En ik krijg van Boris een gigant mee. Gepocheerd in zijn eigen nat. Op een vlammetje. Is een beetje groot, hè? Het is een gezinsoester, is dit. Voor het grote gezin. Bezoek. Mijn vriend Niels Daan, visbioloog. Hey, Niels. Veel van wat ik weet van vis heb ik van hem. Oh ja, je hebt me gevonden. En hoe hij de vissen bakken moet die hij vangt, heb ik hem geleerd. Hij komt altijd net precies op visite als ik iets te eten heb, maar vandaag is hij te laat. De gepocheerde oester heb ik helemaal zelf opgegeten. Dan is aquavit. Dan maar een glaasje met mijn vriend. Ik had een paar dingetjes meegebracht. Moet je kijken wat hoe heet die? Een noordkomp. Dat is een schelpdier uit de Noordzee. De Nederlandse vissers die hebben dit als een soort bijvangst aan boord? Ja. En dan gooien ze terug in zee, omdat ze denken dat het hier niet lekker gevonden zou kunnen worden. Noordkromp. Noordkromp. In Noord-Amerika is er een visserij op deze dieren. Quahogs heten ze daar. En daar wordt er goud geld voor betaald. En hier gooien ze het weg. Die Noord-Amerikanen die hebben
speciale festiviteiten op het strand. Daar hebben ze een klembeek, zoals dat heet. Dat heet een klem. Ja. Stelken ze een groot vuur. Doven het, zodat je echt een gloeiende berg as hebt. Dan stop je zo'n ding in wat aluminiumfolie in de hete as. 5 minuten wachten. En je hebt een heerlijk kwahok. Ja, hij heeft ook een beetje het formaat van een hamburger. Ja, precies. Hoe groter, hoe beter, zeg ik altijd maar. Ja. Zit hier trouwens nog een platte schelp op? Als die... Nee, er zit eigenlijk... hier is een jong exemplaar. Oh ja. Dus het is gewoon een dubbele schelp. En deze dingen die kunnen wel over de 100 jaar oud worden. Dus je kunt er niet te veel van opvissen. Maar ik zou zeggen, van als je hem dan toch vangt, doe er wat mee. En gooi het niet terug in de zee. Maar ja, zo heb je eigenlijk heel veel dingen, hè? Natuurlijk. Dat is hartstikke lekker. In Frankrijk betalen ze daar goud geld voor. De Nederlandse visserij, die vangt noordhoerens, die zijn nog altijd een stukje groter. Hoe heet deze? Een noordhoeren. Die worden door Nederlandse vissers gevangen? Ja, maar die gooien ze allemaal overboord. Ik denk dat nog nooit iemand een noordhoeren geproefd heeft. Nee, maar waarom zou het niet lekker zijn? Waarom zou je dat nou teruggooien? Dat is nog niet eens een groot exemplaar. Ze kunnen nog 1,5 keer zo groot worden. De zee zit gewoon vol met dingen die je kunt eten. Hier is ook zoiets. Een slanke noordhoeren. Als je deze nou te groot vindt, dan neem je toch een slanke noordhoeren. Dit formaat kun je zo hebben. Ja. Goh. Je kunt er een heel zeebanket van maken. Er is zoveel in zee wat we eten kunnen. Er is zoveel te vinden op het wat. Ik ga erop uit bij Afvallend Water, op zoek naar al dat zeebanket. Uren kun je bij laag water dwalen zonder een mens tegen te komen. Maar dan opeens doemt er iets op. Ik vind ergens nergens een boot. Hallo? Goeiedag. Die boot voor u. Ja. Oh, ik dacht ik had een boot gevonden. Ja, dat zou je wel willen. Oh. Ja, nee, maar zo is het niet. Goeiedag. Ja, ik wist het al, kokkelvissers. Ja, klopt. Want ik was op zoek naar u. Met de hand, handmatig. U bent er, ja. Handkokkelvisser. Maar waarom bent u nou niet aan het vissen? Plaat leg droog, er is geen water meer. Hè? Ik kan er niet meer spoelen. Oh, het is te weinig water nu? Ja, het gaat nou nog een beetje aan, maar straks dan komt het water weer op. Mag ik even blijven wachten tot u weer gaat vissen? Ja, ja, is best. Kunnen wij er dan eentje openmaken? Die kontjes tegen elkaar? Kontjes zo in elkaar, zie je. Ja? Lepeltjes om noemen ze dat, geloof ik. Hè? Oh, die gaat open? Die gaat open. Of die andere gaat open. Zit maar net weer even het krachtigste is. Een heel klein beetje zand zit erin, maar dat schuurt de maag. Hè? Dan kan je hem zo rauw eten. Okay. Heerlijk. Weet ze ook? Ja, zeker. De hele dag door, tijdens het werk. Komt geen eind aan. Krijg te veel dorst. En als je dan weer te veel gaat drinken, dan wil het niet meer vissen. Dus dan schiet je er niks meer op. Kan je net zo goed aan boord blijven zitten.
Nou, wat gaat u nu doen? Een bakkie. Als u mee wil drinken, kopje koffie, snijd je brood. Ga aan boord. Lopen in de zee, krijg je honger van, hè? Deze hebben jullie vanmiddag hier op de Waddenzee gevangen? Ja. Naturel, hè? Niks, heb je niks aan gedaan? In zoutwater gekookt? Zoutwater gekookt, zoutwater afgespoeld. Kokkels zijn lekker. Rauw uit de zee of gekookt uit het zoute water. We zijn er zat en ze zijn van ons. Nederlandse kokkels van de Nederlandse Waddenzee. Maar waar koop je ze? Nergens. Iedereen in Nederland eet elke dag koketten, maar niemand ooit een kokkel. Maar waar gaan jullie kokkel dan naartoe? Naar Spanje en Frankrijk. Dus die Spanjaarden die eten dit ook uit de Waddenzee? Ja. Dat stonden wij niet doen. Nee, dat is ook, maar ja. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet, hè? Ik vind het heerlijk. Het is toch? Ja, je hebt er duizend en één mogelijkheid mee. Je kan ze gewoon koken even in wat water en je kan ze wokken en koken en daarna even bakken met een uitje. En ja, dat is maar net wat je smaak is. Kokkels en vogels. Daar hoor je de vogels en daar hoor je de kokkels. Ja, het zijn zoveel, hè. Zo om maar één klein geluidje te maken. Dan, het is één kakofonie. Ze knerpen en ze piepen. En... De kokkels? Ja, ze zijn in beweging eigenlijk in de grond. Eigenlijk een rotherrie op het wat. Ja, dat is het ook. Het is gewoon, dat is milieuverstoring. Je hoort ze. Als je stil bent. Je hoort de kokkels op het wat. Ze piepen en ze spugen. En als het water helemaal weg is, graven ze zich in. Kokkels krioelen. En dat hoor je. Als je stil bent. Mechanisch kokkelvissen met schepen die kokkels opzuigen. Dat mag niet meer van de milieubeweging en van de regering. Maar handkokkelvissen blijft gelukkig toegestaan. Handkokkelvissen is eigenlijk kontkokkelvissen. De vissers trekken bij laagwater een grote hark door het zand. Achter de hark hangt een net. Een riem om de kont van de visser zit vast aan de hark. Als de visser zijn kont met een rukje naar achter duwt, komt de hark in beweging en vist de visser achteruit dansend de kokkels op. Heb je nou genoeg?
Ik ga de kokkels achterna tot in Spanje. Ik ga op zoek naar Angel, Spaanse vishandelaar die Nederlands spreekt en die ik na wat telefoontjes weet te vinden in een Spaanse supermarkt. Angel! Hoi! Ik zocht je. Hoi. Hey. Alles goed? Ja, is dat de verse visafdeling van? Ja, ja. Jongen, is dat mooi, hè? Ja. Wat is dit eigenlijk? Is rodel, is tarwoud. Of vreemde kleur? Vreemde kleur? Vreemde kleur. Ja, die tarwoud die komt uit de piscifactoria. Die wordt niet in de wild gevist. Oh, dat is een kweek? Een kwekerij, precies. Oh, oké. Okay. Zeeduivel. Oh, en daar de schelpdieren. Schelpdieren. Oké. Okay. Mosselen, ja. Schelpen. Kijk. Wat zijn dit? Alikraukers. Alikruken? Ja. Dit zijn de... Nederlandse kokkels. Dit zijn Nederlandse kokkels? Ja. Van de Waddenzee? Ja, uit Nederland. Ja. Die eten ze hier? Ja, vaak. Ja, mensen kopen en gebruiken ze straks voor paella's enzovoort. Goede kokkels? Paella? Kokkel? Ja. Kokkels, schelpen, mosselen, alles kan. Dit lijkt ook wel kokkel, maar er komt er eentje uit de zuid piepen. Is dit geen kokkel? Nee. Hoe heet die dan? Closca cultio micha. Het is een closca. Die kan misschien uit Italië komen. Uit Italië? Ja. Hij kijkt naar buiten, zie je dat? Zie, ja. Is hij kijkt naar je. En die kokkels, die koop jij in? Ja, omdat Spanje is een grote markt voor Nederlandse kokkels. Zoals in vers, als in conserven. Nederlandse kokkels? Nederlandse kokkels. Zijn die goed ook voor conserven? Ja, ik denk dat bijna 90% van alle conserven bij kokkels zijn Nederlandse kokkels. Wat zeg je? Ja. 90? Ja. Ook hier in deze winkel? Ook in deze winkel. Weet je, waar zijn die dingen? Daarachter. Kokkels, allemaal kokkels. NL6009EG. Ja, klopt. Nederland? Nederland, Nederland altijd. Berberecho de Holanda, fabricado en la Unión Europea para... Nederland? Nederland, ja. Maar ik kan dit nergens in Nederland kopen. Ja, dat is ook zo. Nederland is minder gewoon te eten dan hier in Spanje. Je weet echt niet wat je ziet, want deze kokkel... Ja. Die kost bijna 50 euro per kilo. Klopt. 50 euro per kilo. Dat klopt. Dat vinden jullie Spanjaarden heel normaal. Nou, we kijken niet naar de 50 euro's, maar gewoon wat kost de blikje in zich. 3, 4, 5 euro's is wel te betalen. Deze komt ook in Nederland. Ja. 1, 2, 3, 4 meter kokkels. 4 meter, allemaal blikken kokkels, allemaal uit Nederland. Ja. Ongelooflijk. Oh, dit is aanwijzing. Berberechos. Je proeft de Waddenzee. Ja? Ja.
Hij zit vast. Zit hij vast? Ja. Moet ik even helpen? Ja hoor. Waar ben je op het vissen? Op krabben. Oh. Zal ik even proberen? Hoe kan dat nou, hè? Ik probeer hem vanaf de boot schuin te trekken. Ik denk dat ik hem heb. Maar er zit geen krab in, er zit een vis in. Oh, maar dat is jouw aasvis zeker. Hij is los. Ga je verder vissen? Ja. Wacht even hoor, wacht even. Ik laat hem even zakken. Ik krijg het touw. Oké, heb je hem? Ja. Nou. Een meisje op de steiger vist op krabben. Zoveel weet ik nu, na een tocht langs Nederlandse vissershavens, dat als het meisje zou willen, ze de krabben die ze vangt verkopen kan. Aan de Chinezen. Mosselen verkopen we aan de Belgen. Inktvis verkopen we aan de Italianen. De spiering uit het IJsselmeer is voor de Fransen en gaat naar Spanje. Noorse kreeft uit een oever gaat ook naar het zuiden. En dan de overheerlijke kokkels. We willen er niet van weten, we willen ze niet eten. Nog niet.